Hans, ja, ik begin natuurlijk met Ja, dat Jeroen. is gewoon. Waar ligt het nou aan? Hans van Dijk, Jeroen Baats, de coaches van White Demons en Alphen Deurenhouten. Einduitslag 25-32. Hans, ja, ik begin natuurlijk met Ja, dat Jeroen. is geraakt hoor. Jeroen, hoe kijk jij tegen deze wedstrijd aan? Jullie zijn een tijd lang goed in de buurt gebleven. Ja, we zijn goed, wat slechter begonnen. Ik bedoel, je liep al vlug uit naar een 6-12, dus 6 doelpunten achterstand. Nou, ik was heel erg blij door eigenlijk de vechtlust van onze spelers dat we toch richting de rust naar een 14-16 konden gaan. Ja. We kregen ook steeds meer controle eigenlijk over de wedstrijd. Onze dekking begon iets beter te lopen. Ja, de tweede helft beginnen we eigenlijk meteen met twee open kansen te missen, waardoor we eigenlijk de 16-16 aansluitingen kunnen maken. Dat lukt helaas niet. Vervolgens gaan we wel lekker weer spelen. We gaan door waar we in de eerste helft zijn gebleven. We komen tot 17-17, 18-18. En vervolgens krijgen wij nog wel 2 minuutjes. En dat heeft ons eigenlijk een beetje de das omgedaan. En eigenlijk loopt hout eigenlijk uit naar vier doelpunten voor. En dat was voor ons eigenlijk heel. Het gat werd op een gegeven moment was dat weer te groot om eigenlijk te dichten. En, maar voor mij eigenlijk deze wedstrijd, maar goed, ik heb het van tevoren heb het erover gehad. Volgende week hebben we Rotterdam. En nou goed, we staan onderaan. Horen wij het niet te staan, maar we hebben gewoon te veel geblesseerden. Ja. En die wedstrijd is eigenlijk voor ons belangrijker dan Tuurlijk. Deze. Hadden we hier 1 of 2 punten gehad, dan zou het mooi zijn geweest. Maar ik vond het een mooie, leuke wedstrijd, ja. Felle wedstrijd. Voor mij was het heel veel schakelen. En ik denk voor jou ook nog wel af en toe. Dus ja, ik ben niet blij natuurlijk met de stand. Ik had graag een punt gehad, maar ik ben wel blij met de wedstrijd en hoe hard die En met het ervoor spel. hebben Ja. geknokt. Ja, Ja. hoe ze ervoor hebben geknokt. Ja. Ja, Hans, ik kan me zo voorstellen dat jij waarschijnlijk wat minder blij zal zijn met het spel. Inderdaad, we hadden het over de 6-12 voorsprong. Daarna wissel je het een en ander. Ja, en toen liep het niet zo helemaal lekker meer. Nee, ja, we begonnen scherp. 12-6. Absoluut. En ja, ik moet zeggen, ik vond het in zijn algemeen het geen beste wedstrijd. We hebben heel veel strijd geleverd. Dat heeft White Demons ook gedaan, heel veel strijd geleverd. En de uitslag is ook geflatteerd. De laatste 2 minuten maken we voor me nog 3 doelpunten. Dus dat is ook wat geflatteerd, moet ik eerlijk zeggen. We begonnen sterk. We hadden de wedstrijd redelijk onder controle. En ik denk, achteraf gezien heb ik daar ook fout in gemaakt. Ik heb 4 spelers gewisseld in een korte tijd. Dan gaat de chemie er weer uit. Dan komt bij Diemers wat terug. Ga je de rusten met 16-14. Maar dan is het schip al een beetje aan het zinken, zeg maar. En dat weer terugkrijgen, dat is een mentaal heel zwaar proces. Krijgen zij in het begin wat kansen, tweede helft. Nou, die gaan er dan niet in. En dan zie je gedurende de wedstrijd weer dat we toch met heel veel individuele kwaliteit aan het net over de streep kunnen trekken. Maar White Demons heeft 5 punten, maar het was voor ons wel een overwinning die van heel diep moest komen. En ik verwijt mezelf wel dat ik misschien wat anders had moeten wisselen. En dan misschien wat gefaseerder. En nu gewoon in één keer 4 man en die moeten allemaal wennen. Dat is voor mij de leerschool in ieder geval voor komende week. Ja, nou ja, het heeft in elk geval geen puntenverlies opgeleverd. Dus dat is dan weer een voordeel. Ja, maar, dat is maar, ja, maar je moet, ja, het klopt. Maar ja, het is heel pragmatisch geredeneerd. Maar ja, je moet er wel van leren. En ik moet zeggen, het publiek was ook veel publiek, vond ik. Lekker sfeertje. En ja, we hadden op een gegeven moment kregen wat meer overtalsituaties. En daar hebben we wel wat dankbaar gebruik van gemaakt, wat ik zou moeten zeggen. Helaas ja. wel. Ja, dat gaf jij ook aan als breekpunt in de wedstrijd. Ja, hè? Ja, die, ja. Ja. Ja, toch wat Hans ook zegt, gewoon te veel open kansen ook voor ons gemist. Ik bedoel, als ik in de spelers gewoon de cirkels die al niet zoveel ballen krijgen, die toch 4 open kansen missen, het balletje even niet vangen, krijg je toch een hele snelle breakout tegen. En dat is gewoon jammer. En, ja, dat is een interventie in de groep en dat moet eruit. En waardoor we dan eigenlijk ook misschien wat verder weer kunnen groeien. Want ja, inderdaad, wij horen eigenlijk niet beneden dat thuis. Nee. Middenmoot, misschien zelfs iets boven de middenmoot, vind ik gewoon dat wij het niemand hoort. Ja. Het is knokken en we gaan er voor de tweede helft. Precies. We'll be back. De Terminator. Ja, ja. Goed, nou ja, ik wens je in elk geval heel veel succes voor die tweede helft. Van iedereen uithouden. Ja. Want inderdaad, op de tribune was het een leuk sfeertje. Ook met onderling, zeg maar. Ja. Iedereen zat lekker te schreeuwen. Dus het was heel gezellig om hier te zijn. Heel veel succes. Hans, dankjewel. Jij ook veel succes. Dankjewel. En wij spreken elkaar van de week nog wel. Dan zal ik eens proberen een hele kritische vraag te gaan bedenken. Ja, bedenk hem eens even. Ja, is het goed? Wat gras voor je voeten weggemaakt. Ja, dat is wel jammer. Dat heb je wel eens slim gedaan. Ja. Ja. Okay, wij spreken elkaar weer. Dankjewel. Dag. Tim Hem is gefeliciteerd met de overwinning hier in Berkel Enschot tegen White Demons.
Maar het moest wel een beetje uit jullie tenen komen. Ja, het moest van erg ver komen op een gegeven moment. Goed. Ja, waar ligt het nou aan? Ja, ik denk toch een soort van onderschatting of zo. Als je, ja, je kijkt naar de ranglijst en dan is het denk ik misschien toch een soort. Sluipt het erin. Het sluipt er een beetje in. Ik bedoel, op zich start je vrij goed. Ja, heel goed zelfs. 7 punten voor en dan zakt het een beetje weg. Alsof je er al bent. Ja. Dat gevoel krijg je. Nou, dat bleek niet zo te zijn, want ze zijn zelf nog gelijk gekomen verderop in de wedstrijd. Ja. Ik zag dat je jezelf af en toe heel boos. Ik zat aan jouw kant, zeg maar, dus kon je goed zien. Je stond je af en toe heel erg te ergeren, volgens mij. Ja, goed. Je maakt af en toe wat beslissingen tijdens de wedstrijd waarvan ik denk, nou, als je hem nou even wel anders speelt, dan scoor je het misschien wel, in plaats van dat je hem op de paal gooit. Ja, oké. Okay. Ja, dat kwam vooral daardoor. Ja. Vooral ergernis aan jezelf. Ja, niet alleen aan mezelf, maar ook aan teamgenootjes. Het spel onderling. Het was niet helemaal optimaal op een gegeven moment. Nee. Nou ja, goed, het kan niet altijd goud zijn natuurlijk. En jullie pakken wel de 2 punten mee. Dat is heel belangrijk. Ja. Dankjewel dat je eventjes voor de camera wilde komen, zo snel direct onder de douche vandaan. Geen probleem. We spreken elkaar vast nog wel dit seizoen. Zeker. Dankjewel. Oké. Okay. Cool.